De Nationale Volksmuziekschool Suriname, NVMS, heeft gisteren haar eerste kerstleerlingenvoorstelling gehouden sinds de COVID-19-pandemie. Het initiatief van deze leerlingenvoorstelling komt van docent Ivor Mitchell, die bandcoaching en zanglessen verzorgt op NVMS. NVMS-directeur Marisa Pieplenbosch geeft aan dat deze leerlingenvoorstelling een fondsvormend karakter heeft. Echter zijn er geen kaarten verkocht voor de voorstelling. We hebben geen kaartjes verkocht, we hebben tokens uitgegeven waarvoor je mee kan doen aan een loterij. Dus je mag een bedrag geven hoe hoog je zelf wilt en kunt missen. Want we hebben hier op het schoolplein, waar het nu nog licht is, maar straks aardedonker is, hebben we twee lampen nodig. En die fundraising is dus om die twee lampen op te halen. En ik denk wel dat we ze... dat we genoeg geld binnen hebben gekregen van de sponsors. Dus dat gaan we aan het eind van de avond weten. En wat we ook gaan weten is wie de loterijprijzen heeft gewonnen. We hebben prachtige prijzen gekregen. Cadeaubonnen, maar ook muzikale boeken die wij in ons bezit hebben. Die niet verkocht worden meer, maar wel speciaal zijn. Juist omdat ze niet verkocht mogen worden. Die hebben wij als prijs beschikbaar. Dus die ronde gaan we ook maken. Ivor Mitchell, docent op de Volksmuziekschool, zegt dat de bedoeling is om elk jaar met kerst een leerlingenvoorstelling te organiseren. Echter was dat met de COVID-pandemie niet uitvoerbaar. Ja, dat is de bedoeling eigenlijk, dat we elk jaar met kerst een groot, klein concert geven. Hangt er vanaf hoeveel docenten mogen kunnen willen meedoen. En ja, we willen het elk jaar doen, naast de normale... leerlingenuitvoeringen en het andere van back in time. So, dus er zijn een aantal dingen die we doen waarbij de leerlingen, de ouders en mensen willen laten zien wat de leerlingen de afgelopen schooljaar of schooljaren hebben geleerd. Ongeveer 10 leerlingen en diverse docenten hebben het aanwezige publiek bezig gehouden met diverse optredens.